Oké. Een cursus over de voor het kruis op te lossen. Ik heb hier een kubus waarmee ik dus alleen het kruis erin heb zitten. De rest heb ik allemaal weggehaald. Nou, dat maakt het gewoon even makkelijker. Vooral voor jullie. Oké. Ik heb hem nu zodanig in de war gedraaid dat ik precies alle voorbeelden heb die je kan tegenkomen. Twee soorten. Je hebt goede, zeg maar een edge die goed gedraaid is. Zoals deze, die zit goed. En deze, die zit goed. Wit zit onder. Dus wit zit hier. Geel zit normaal hier. Dus hij zit goed. En deze zit goed. En dan heb je ook twee soorten dat hij verkeerd zit. Dan heb ik aan deze kant. Nu zit hij dus niet goed. Want groen sluit hier niet aan. Dan zou hij omgedraaid moeten zijn. Dus deze zit fout. En hier nog eentje die fout zit. Want als die goed zou zitten, zou die al klaar zijn. Dus die zit ook fout. Oké. Dus we hebben twee soorten goed. En dat zie je ook dat die aansluit. En we hebben twee soorten dat die fout zit. Sluit er niet aan. Oké. Nou kunnen deze blokjes natuurlijk, de edges kunnen natuurlijk overal op de kubus zitten. Nu heb ik ze dan toevallig mooi bij de kleur gedaan. Maar die kunnen natuurlijk ook zeg maar aan de andere kant zitten. Maar het gaat erom dat die, als die blokje zo boven zit, met wit zo aan de voorkant, dan zit die fout. Zit wit aan de bovenkant, dan zit die goed. Want als hij zo zit, zit die nog steeds goed. Dan moet ik hem alleen bijvoorbeeld hier naartoe draaien en dan omdraaien. Oké. Om op te lossen. Edges die goed zitten, zoals deze en deze, kunnen in één draai in het kruis zitten, terechtkomen. Oké. Deze sluit al aan, dus die zit goed. Dan zit hij ook sowieso al op de goede plek om in het kruis te komen. Want hij kan ook hier zitten. Dan zit hij nog niet goed eigenlijk, maar dan kan je hem ook alsnog in één draai op de goede plek krijgen. Nou, deze zit al helemaal op de goede plek. Dus draai ik hem in één draai. Draai ik hem zo naar onder. Naar het kruis. Nou, eigenlijk zit hij dus al gewoon. Hij zit hier net. Draai ik hem in één draai. Naar de goede plek. Oké. Dus dat is heel makkelijk. Dus als de kleur al aansluit, dan zit hij gewoon nog goed. Dan moet je hem alleen nog op de goede plek draaien. Volgende. Dat betekent dus voor deze precies hetzelfde. Kleuren sluiten hier al aan. Wit zit boven. Dus eigenlijk is het hetzelfde als deze. Die zat zo. Dus de kleuren sluiten aan. Hij zit al zo goed. Die moet hem alleen nog even omdraaien. Naar wit. Oké, dus als een kleur boven zit. In het gele vlak. Als daar wit zit. Zit hij al goed. Hoef je hem alleen nog maar twee keer om te draaien. En zit in de goede plek. Oké. Volgende twee. De twee fouten. Als een edge fout zit, dus verkeerd omgeflipt, zeg maar. Hij moet zeg maar omgedraaid worden. Wit zou boven moeten zitten. Dan heb je altijd twee draaien nodig om hem onder te krijgen. Om hem in de kruis te krijgen. Eén draai om hem goed te flippen, zeg maar, om hem om te draaien. En één draai om hem erin te zetten. Dus na één draai zit deze, zeg maar, zoals deze zat. Goed. Oké, nou dat gaan we even doen. We moeten hierbij op letten waar we hem heen draaien, zeg maar. Nou, oké, ik ga het even voordoen met groen bijvoorbeeld. Dit blokje. Die zou ik hier willen hebben. Wit, groen. Wit, groen. Dus hij moet hier komen te zitten eigenlijk. Oké. Dan, als ik het blokje hier rechtboven heb, draai ik hem er eerst voorbij. Dus naast, zeg maar. Eentje ernaast, in het andere vlak. Als ik hem nu naar beneden draai, krijg ik hetzelfde wat ik net met oranje had.
Kijk maar, die heb ik hier zo. Krijg ik precies hetzelfde. En dan draai ik hem weer naar beneden. Want nu zit hij. Hij zit nu weer goed, zeg maar. Sluit aan. Draai ik hem naar beneden. Oké. Doe ik nog een keertje. Hij zit zo. Ja. Nou kan deze ook natuurlijk overal op de kubus zitten. Maar nu zit hij hier. Draai ik hem eerst voorbij. Draai ik hem terug naar beneden. Sluit de kleur aan. Dan zit hij al goed dus. Dus ik doe één draai om hem goed te krijgen. Dan draai ik hem naar beneden. En zit op de goede plek. Oké. Dan hebben we hier nog één. Rood. Rood zit ook fout. Dus ik heb ook twee draaien nodig om hem goed te krijgen. Oké, dan ga ik hem draaien. Dan moet ik hem eerst weer één keertje draaien om de edge, zeg maar, om te flippen. De andere om te draaien. Draai ik gewoon één keer zo. Nou zit hij, lijkt het alsof hij fout zit, omdat de kleuren nu niet aansluiten. Maar eigenlijk zit hij goed, omdat hij sluit hier bijvoorbeeld wel aan. Dus als hij hier zou zitten, op deze manier, zou hij goed zitten. Oké, als ik hem namelijk nu zo draai, zit hij goed in het kruis. Oké. Maar dat is niet handig, want als ik het nu doe, dan gaat groen weg. Dus dan draai ik eerst, want hij moet hier komen, draai ik eerst de onderlaag eentje opzij. Dan komt de plek waar hij moet komen, komt hier. Als ik hem nu draai, zit hij op de goede plek. Dan moet ik alleen nog deze onderlaag even terugdraaien. En dan hebben we helemaal klaar. Oké. Nog een keer, kruis. We doen nu het ietsje sneller. En we zien. Nog één punt. Overal waar zo'n edge in het midden zit. Dus waar dan ook. En of hij nou zo zit. Of zo zit. Dat maakt niet uit. Als hij in het midden zit. Zit hij altijd goed. Zit hij altijd goed gedraaid. Dus dan hoef je maar in één draai. Kan hij naar onder toe. Of hij draait zo. En als hij zo zit. Draait hij zo. Dus als hij in het midden zit. Zit hij altijd goed. Als hij boven zit. Zoals deze. Wit naar boven. Zit hij ook altijd goed. Wit naar onder. Zit hij ook altijd goed. En als er dus eentje zo is als deze. Wit naar de voren. Wit naar voren. Zit hij fout. Dus altijd wit naar voren. Naar je toe. Is fout. Wit zo in de zijkant. Rondom in de middenlaag. In de middenlaag. Is altijd goed. Wit naar voren. Naar je toe. Is altijd fout. Wit boven is goed. Wit onder is goed. Oké. Oplossen. Blauw. Sluit al aan. Dus kan gelijk naar onder toe. Klaar. Rood. Rood, wit. Wit zit aan de bovenkant. Dus die zit goed. Maar zit met oranje. Dus dat is niet goed. Draai hem eerst even naar rood toe. Draai hem helemaal om. Zit die goed. Blauw zat er goed. Rood er nu bij. Nou, groen, oranje. Maakt niet uit, het is altijd hetzelfde. Doe ik eerst groen bijvoorbeeld. Draai ik hem hierheen. Hier zit groen. Hier zit het blokje. Wat ik eerst zei, eerst één er voorbij. En dan kan die terug. Nou ja, hij zit er nu al voorbij, dus dat is makkelijk. Draai ik hem één keer naar beneden. Sluit die aan. En dan door naar beneden. En dan zit hij goed. Oké, volgende, oranje, nou die zit er ook al, één voorbij, hij zit fout geflipt, dus ik moet twee draaien doen, één zit er voorbij, draai ik hem weer naar beneden, eentje, sluit die aan, en dan naar beneden draaien, zit hij goed, nou moet ik deze nog even terugdraaien, want die draai ik net weg om die edge om te flippen, en klaar.